Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vorkmeer. Langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Daarover ging een welzijnsmarkt in Grashoek, in Ankerplaats. PWEG heeft dit georganiseerd vanwege het feit dat wij willen ondersteunen dat mensen zo lang mogelijk in Grashoek willen blijven wonen. Want de meeste mensen willen dat zo lang mogelijk. En dan is het wel belangrijk om kennis te hebben van organisaties die daar een rol kunnen spelen. Om zo lang mogelijk dat te kunnen blijven doen. Als je ondersteuning nodig hebt, als je hulp nodig hebt, dan zijn er allerlei organisaties. Ja, je ziet het achter mij. Een hele zaal vol met organisaties die je kunnen ondersteunen om het zo lang mogelijk in je eigen huis te blijven wonen. Ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Heel veel mensen leven individueel. En wij zien gewoon ook zeg maar, dat deze markten nodig zijn om mensen bewust te maken. Want je hoeft het niet alleen te doen. Er zijn heel veel organisaties, heel veel mensen die je erbij kunnen helpen. Ja, en ik ben blij dat je ook ouderen ziet. Je ziet hier zeg maar, mantelzorgers, maar je ziet ook zeg maar, moeders met dochters. Moeders en vaders met zonen. Nou, en ja, dat vind ik wel belangrijk. Dat is ook waarom ik ook zelf in die vrijwilligerswereld deelneem. Wij hebben medio maart hebben wij alle organisaties opgebeld. En het enthousiasme van die organisaties om deel te nemen heeft ons als BWEG weer enthousiast gemaakt om het te organiseren. Dus dat was... Dat was in feite heel makkelijk, want mensen waren erg bereid om vandaag hier aanwezig te zijn. Het is een hartstikke mooi evenement. Het is al heel druk bezocht. Echt, je ziet ook in elke kraam staan wel mensen te buurten, staan mensen te praten. Dus het loopt hartstikke goed. En het is belangrijk dat wat hier in het dorp speelt. Kijk, en de meeste mensen, hier wonen ook voortaan heel veel mensen van buitenaf. Dus van buiten Grashoek, bijvoorbeeld Brabant en noem maar op. En het is toch wel belangrijk dat hun... weten wat hier in het dorp hier zoal te bieden heeft. Wij doen waken bij mensen in de laatste levensfase. Het gaat vooral om de mantelzorg te ondersteunen als het te zwaar wordt. En dan blijven wij bijvoorbeeld 's nachts bij de mensen en dan kan de familie rusten. Pelema Schoon is landelijk, maar wij zien hele verschillende projectvrijwilligers op de Grashoek. Die houden allemaal onze straten bij elkaar. En nou is het ook leuk als het landelijk is, dan doen we ook met kinderen erbij. En die vingen het geweldig. Ja, kinderen. En die moesten dat bijbrengen, kinderen, dat die niks weggooien. Dan lopen ze door in de graaf en dan zeggen ze, oh, ik heb weer een blikske, hoi, hoi. Dat moest hebben. Wij zien hier verschillende soorten fietsen. De eerste die hier staat is de rolstoelfiets. Die is van de zonnebloemen van de Grashoek. Mensen die inderdaad aan een rolstoel gebonden zijn, die kunnen inderdaad bij ons zich aanmelden en wij kunnen met die mensen een fietstochtje gaan maken. De rolstoelfiets is dat daar een rolstoel op staat en dat de mensen in de rolstoel kunnen zitten, genieten van het mooie Grashoek. En de duofietsen zijn inderdaad fietsen waar we langs elkaar kunnen zitten. Je kunt fijn met de gast praten ondertussen en je kunt een mooi fietsritje maken. Ja, dit is dus een café iedere derde dinsdag in de maand. En dat wordt in het erf in Echel gehouden. En dan is er iedere maand hebben we een ander thema. Deze maand in september hebben we dementie en bewegen. Dus dan worden thema's behandeld voor partners, kinderen van mensen met dementie. Wat is jullie missie voor met de Alzheimer Stichting? Ja, toch zoveel mogelijk informatie geven en ja, ook mensen op de hoogte brengen wat er nog allemaal mogelijk is. Het is niet het einde als je dementie hebt. Je kan nog heel lang aan het sociale leven blijven deelnemen. En dat is eigenlijk ook het doel om er meer bekendheid aan te geven en het een beetje uit de verdomhoek te halen eigenlijk.
En meedoen in de maatschappij vinden we heel erg belangrijk. Dus ja, dat komt vandaag mooi uit. Nou, ik denk dat we al heel blij kunnen zijn met alles en iedereen die hier rondloopt. En het zonnetje, het weer zit mee. Dus ja, ik zou zeggen als de middag nog mooi voortzet zoals die al is begonnen, dan zijn wij zeer tevreden. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vorkmeer.